Omdat ik soms merk dat als ik moet spreken voor het publiek, dat dat heel makkelijk is als ik mijn onderwerp geef. Maar als ik een stukje mezelf moet voorstellen en meer over mezelf moet spreken, dat ik dat wel moeilijker vind. En dat ik ja, vind dat jij Anne daar een sprankel in brengt die ik heel erg aantrekkelijk vind en dat ik daar heel graag van wil leren. Met plezier staan en spreken. Zonder hele aangename energie. Het eerste wat mij bijblijft, denk ik, is gewoon doen. Niet te lang over nadenken, niet te veel voorbereid, aflezen van dingen, maar echt gewoon vanuit het gevoel, vanuit het idee spreken. En dat daar veel meer binnenkomt bij mensen. Het tweede stuk dat je als je iets wilt vertellen, hoewel het niet helemaal uitgeschreven en voorbereid moet zijn, dat je wel weet waar je naartoe wil. Dat je wel duidelijk een beeld hebt van oké, wat is de boodschap die ik wil brengen, wat zijn voor mij daarin de belangrijke elementen. Dat je dat voor jezelf helder moet hebben als je met mensen gaat spreken. En wat je ook naar die doelgroep toe wilt brengen. En het laatste stukje was zo de sfeer waaruit je spreekt. Dat de sfeer waaruit je spreekt heel erg impact heeft op je boodschap. En dat was iets waar ik nog nooit echt bij stilgestaan had. Van, ja, vanuit welke sfeer, vanuit welke ja, smaak, flavor dat je dingen brengt, dat ook een heel groot verschil maakt. Het niet meer tot in de puntjes voorbereid moeten zijn als ik iets wil opnemen of een tekst wil brengen, maar dat ik wel voor mezelf duidelijk heb van oké, welke boodschap wil ik brengen? En daar ook gewoon het vertrouwen in hebben van oké, ik weet waar ik heen wil, ik weet welke boodschap dat is. En die ook op een ja, vlotte manier kunnen brengen. De brave, perfecte boodschap brengen. Zo de heel veel spreken over inhoud, over wat er is en veel minder vanuit mezelf als persoon.